Welkom bij Saamvissing. Langs de waterkant krijg ik wel eens de vraag met ik wil graag vissen, maar wat heb ik allemaal nodig? Nou, we beginnen vandaag met de basis, het vissen op witvis. We gaan stap voor stap doorlopen, wat heb je minimaal nodig en hoe pak ik het aan om een paar visjes te kunnen vangen. Nou, veel kijkplezier en tot straks weer. Beginnen, de hengel. Ik heb hier staan een 3 meter en een 6 meter. Nou, voor waar ik wil gaan vissen, denk ik zelf dat ik de 6 meter mee ga nemen. Maar het neemt niet veel ruimte in beslag, dus ik neem ook denk ik mijn 3 meter hengel mee. Mooi voor net onder de kant. De lengte van de hengel is wel afhankelijk van waar je wil gaan vissen. Want dat is natuurlijk wel essentieel. Achter in een slootje is de 3 meter hengel meer dan genoeg. Voor misschien iets groter water is het handig om een hengel te nemen van 6 meter. Of misschien iets langer. Van belang is onder andere ook een schepnet. Sommigen denken ja. Ik ga vissen op witvisjes, dus die kan ik er zo uithalen. Dat kan kloppen, maar je kan ook altijd nog een grotere voorhand pakken die je niet kan tillen met de hengel, waardoor er eventueel schade of breuk aan je hengel zal plaatsvinden of aan je tuigje. Dus zorg ervoor dat je altijd een schepnet bij de hand hebt. Ik heb hier 2 voorbeelden staan. Aan de linkerkant een vast schepnet. Waar kun je inklappen en oprollen met een uitschuifbare steel tot 1,5 meter. Rechts daarvan heb ik een schepnet, dat noemen ze ook nog wel een pannet, met een steel die uitgeschoven kan worden tot bijna 4 meter. Afhankelijk van waar je wil vissen, bepaal wat voor schepnet je wil gaan kopen. Voor hoge kades of voor schuin aflopende kades, waar je dus heel moeilijk direct bij de waterkant kan komen, is een schepnet met een hele lange steel een must. Achter in het slootje bij u thuis is het misschien altijd handig om gewoon een standaard schepnet te nemen met een kortere steel. Allemaal afhankelijk van waar wil je gaan vissen. Tuigjes en kikkers. Het is ideaal om een meerdere tuigjes te hebben. Deze kun je kant-en-klaar kopen. Maar kun je ook zelf maken. Einde van het filmpje komt er een link te staan met hoe je dus deze tuigjes kan maken. Een filmpje wat we ooit in het verleden al gemaakt hebben. Niet alle hengels zijn voorzien van standaard kikkers of een vaste topmontage. Dus zorg dat je altijd een aantal kikkers bij je hebt. Het voer. Nou, ik heb hier brood liggen en maden. De basis om mee te vissen. En niet te vergeten een hakensteker. Want kleine vis is gretig en slikt snel. En om met de grote vingers in zo'n klein bekkie te zitten en de vis daarmee te beschadigen, dat zal zonde zijn. Dus dat is iets wat je altijd op de man moet hebben. Maden kosten praktisch niks. Een zakje maden voor een beetje witvissen kost hooguit een eurotje in de viswinkel. Brood heeft iedereen wel in de woning liggen of in de keuken. Dus dat is zo te pakken. Een ideaal voertje voor de witvis. En als optie, en dat is geen verplichting en iets wat je niet specifiek nodig hebt, maar het werkt er wel aan mee, is gewoon een zakje voer. Altijd handig om de vis op de stek te krijgen. Hoe je dit maakt, laat ik ook zo direct in het filmpje zien. Ook altijd handig om bij je te hebben, is een pijlootje. Dit is een knijper,
maar je hebt ze ook met een stukje kurk aan de onderkant waar je de haak in vastzet. Te verkrijgbaar bij elke viswinkel. Een doosje loodjes. Want ja, misschien kan je een lijnbreukje of een haakje kwijt. En dan moet er een andere haak aan. Dan moet er misschien lood af of een loodje bij. Of er valt een loodje van de lijn af. Altijd handig om bij je te hebben. En dit is een onthaakschaartje. Met daarbij een plat gedeelte voor onthaken. Een rondje dat erin zit om eventueel lood aan te knijpen. En een schaartje. Mocht je een slikker hebben, waardoor je dus de haak het moet knippen, dan kan dat met deze schaar. Geen verplichting om dat bij je te hebben, maar het is wel zo handig. En altijd praktisch, als je langer gaat vissen, neem een stoel mee. Ik heb een speciale visstoel, maar een eenvoudig klapstoeltje of een vouw krukje bij de campingshop vandaan kan ook voldoen. Je moet het immers jezelf wel een beetje makkelijk maken en zorgen dat je comfortabel kan vissen. Des te meer plezier je beleeft aan deze sport. Het voer. Nou, het voer is nu nog droog. Dit is gewoon een standaard grondvoertje. Kun je gewoon bij een willekeurige viswinkel kun je dat krijgen. Doe je in een emmer. Zorg ervoor dat je een bak water bij je hebt. Ik gooi er nog een extra wat mais erin. Zo kom ik weer van mijn oude vismais af, waar ik mijn vis. En dit is 2 dagen oud. Dat roer ik allemaal een beetje door elkaar, dat verspreid is. In kleine beetjes voegen we wat water toe. Gewoon even lekker mengen. Omdat ik ermee op witvis ga vissen, mag het wat natter zijn als dat ik er voer gebruik voor viederen. Want als het zo nat is als dat er dit nu is, dan komt het niet uit de korf. Maar daar vissen we nu niet mee. Uiteindelijk waar het om gaat, is dat, dat je er een bolletje van kan maken. Zoals je kan zien. En die vallen niet meteen aan elkaar. Op het moment dat dit in het water komt, barst dit gewoon vanzelf open en valt dit uit elkaar. Nou, want ik moet er mee kunnen gooien. Als het te droog is, valt het in de lucht al uit elkaar en krijg je een heel voerspoor over het water. Nou, dat is niet wat ik wil. Ik wil gewoon een beetje vastigheid in mijn voer hebben. Heel basis. Ik werk hier al jaren mee en het werkt gewoon goed. Kijk, een mooie bal maken en het valt niet uit elkaar. Nou, in één keer helemaal goed. Hou er rekening mee als je het voer klaarmaakt, is dat je voordat je op de visstek bent, altijd nog even kijkt hoe de samenstelling is. Of je niet te droog is geworden, want vocht trekt er nog verder in. Het is nu wat oppervlakkig. Met als gevolg is dat het misschien straks wel te droog is. Voeg dan weer gewoon een klein beetje water toe. Meng het. En uiteindelijk kun je er gewoon weer een gewone bal van maken. Nou, zo maak ik mijn voer aan. Nou, aangekomen op de stek waar we gaan vissen. Zoals je ziet, loopt het hier wat steiler af. Dus aan het korte schepnet heb ik niks. Dus ik ga hier gebruik maken van mijn lange. 3 meter is al vrij dicht op de kant. Dus ik ga ook met mijn 6 meter hengel gaan ik vissen.
Nou, de spullen heb ik daar staan. Zoals jullie zien heb ik ook een paraplu meegenomen. Ja, het weer gaat ons een beetje in de steek laten. Helaas. Dus ik maak gebruik van mijn paraplu. Maar ja, met mooi weer heb je het absoluut niet nodig. Dus is alleen maar weer een extraatje als je dat toevallig hebt. Of neem een parasol mee. Zomers kan je ook flink verbranden aan de waterkant. Dus onderschat dat niet. Smeer het er alle tijden goed in. Nou, dan gaan we de hengels klaarmaken. Zodat we kunnen gaan peilen hoe diep het hier is. Tot zo. Nou, zoals jullie zien is dit mijn topdeel. Nou, er zit niks op. Dus we gaan in eerste instantie gaan we plaatsen van een kikker. Die schuiven we eroverheen. En zorgen dat hij gewoon een beetje knap klem zit. Vervolgens gaan we kijken welke we gaan gebruiken. Nou, aangezien er wat meer wind staat, maak ik gebruik van deze, een wat langere antenne. En ik denk dat het hier ook wel redelijk wat aan de diepe kant is. Dus we gaan er ook voor zorgen dat we daar rekening mee houden. Nou, we hebben hier een lus. Die lus die doen we hierom, om een van de kikkers. En vervolgens gaan we een aantal slagen maken eromheen. Ja, vervolgens hebben we dus een aantal slagen gemaakt dat ik denk dat genoeg moet zijn. Dan hou ik hem vast en dan draai ik de lijn om de top. Dit doe ik met een reden. Stel dat je dit niet zou doen en er zou een grote vis aankomen, bijvoorbeeld een brasem, dan trekt hij de top zodanig krom dat de lijn in een rechte lijn komt te staan vanaf de kikker. Nou, dat is iets wat we niet willen, want dan gaan we eigenlijk een overspanning creëren van de top en dat is niet de bedoeling. We pakken het toprubber en die schuiven we dan ook over de top. Zoals je ziet, vanaf de toprubber is de lijn gedraaid naar de kikker. Nu gaan we hem verder. Gaan we hem uitlijnen. Gaan er een tweede deel op zetten. Zoals je ziet is dit een steek. Deze steek je over elkaar heen. Je hebt ook hengels telescopisch. Maar dat zijn vaak de wat kortere hengels tot 4 meter. En de langere hengels, dat zijn allemaal steken. De hele lijn is nu iets meer dan 2/3 van de hengel. Om te weten dus hoe diep het is, plaats ik nu het pijlhout om de haak
schat ongeveer in hoe diep het is. Dus ik zal de dobber alvast een stukje doorschuiven. Ik denk wel dat het hier meer dan een meter is. Vervolgens plaats ik het laatste deel. Als je ziet, we laten hem rustig zakken naar beneden. En dan voelen we de bodem. Hij ligt nu op de bodem. We zien de dobber niet. Of ook niet het puntje van de antenne. Dus we halen hem rustig omhoog. En we schatten in. Dat we de dobber nog ongeveer 20 centimeter omhoog moeten plaatsen. Ongeveer 20 centimeter. En we laten weer rustig de dobber zakken met pijlloten aan. We zien dat we nog steeds niet het puntje van de antenne boven ons hebben. Dus dezelfde procedure herhalen we hier nogmaals. En zoals je ziet, hij komt op de grond, maar de pen staat nu te hoog. Nou, voordat we hem gaan verlagen, gaan we rondom de locatie op verschillende punten gaan we kijken. Hier is het zelfs iets ondieper. Daar is het zelfs iets dieper. Op deze manier kunnen we mooi bepalen van waar ga ik hem nou afstellen en hoe. Ga ik op één plek vissen of wil ik hem ook nog iets kunnen verschuiven, links en rechtsom? Ik wil ongeveer 5 centimeter boven de bodem. Zo'n beetje 5 centimeter boven de bodem. En als ik hem dus dan verschuif, zit ik op 10 centimeter boven de bodem. Als ik iets naar links ga en ga ik iets naar rechts, dan zal ik letterlijk en figuurlijk op de bodem vissen. Zo kun je dus op verschillende hoogtes vissen op vis. Vervolgens gaan we hem gewoon nogmaals een keer peilen. En ik weet niet of het zichtbaar is op beeld,
Maar ik zie nu net onder de wateroppervlakte mijn gele puntje van de antenne. Op die locatie hier was het iets dieper. Hier, daar zien we ook het puntje. En als we hem hier laten liggen, dan ligt hij op de bodem. Ik ben hier tevreden mee. Wil je iets hoger gaan vissen? Dus meer verder van de grond, van de bodem af. Dan moet je hem nog iets laten zakken. Wil je meer op de bodem, dan zou je hem misschien nog een centimeter moeten laten stijgen. Zodat die mooi erop komt. Wat opvalt is dat ik hier op dit moment dus ongeveer een meter over heb van de dobber naar de top. Ik vind het iets te lang. Want ik wil hem graag iets korter hebben. Dus ik zal de lijn aan de kikker nog iets moeten gaan opdraaien. Om dat te doen halen we de toppen weer af, het toprubbertje. We ontwikkelen weer de lijn. En ik maak nog zes slagen. En vervolgens draai ik de lijn weer om de top. Hiermee is de meeste tijd versleten. Het goed uitlijnen en loden van je dobber. Dit is een secuur werk. Hier bepaal je je vangsten mee of niet. Als ik nu zo kan zien ten opzichte van de dobber naar de top, heb ik nu ongeveer tussen de 60 en de 80 centimeter. Dat is genoeg. Dat is mijn mening. Als je langer wil, dan is de keuze aan jezelf. Alleen als ik nu beet heb en ik beweeg mijn hengel iets omhoog, kan ik direct het haakje zetten bij de vis. Dit gedaan te hebben, ga ik nu het voer klaarmaken om hem vast te voeren. Want dan kan de vis alvast richting de stek. Nou, zoals eerder al het voer wel gemaakt hebben. Het is nu wat droger. Het voer, dat geeft niet. Ik kan er nog steeds mooie balletjes van maken. Een tip die ik heb, maak niet te grote voerballen. Je kan beter met het half uur of drie kwartier, afhankelijk hoe de vis wil bijten, er een balletje bij gooien. Dan dat je nu eigenlijk al in het begin van je sessie zo'n hele bak voer in één keer leeg dondert op de visplek. Dus mijn tip blijft: gebruik kleine balletjes, kleine beetjes voeren, maar wel constant voeren. Dat is naar mijn mening het beste. We gaan een aantal balletjes maken. Zoals je ziet heb ik nu drie balletjes gemaakt. Deze balletjes ga ik dus op de locatie leggen waar ik net gepeild heb. Hierna zal ik mijn visstek verder gaan opbouwen, mijn stoel uitklappen,
de parasol neerzetten, alles. Nou, ik ga hier vissen. Ik zat ongeveer op 4,5 meter uit de kant. En zoals je misschien kan zien, zie je het al wat wolken in het water. Nou, het is hier 2 meter diep, dus je krijgt een heel voerspoor naar beneden. Dit laten we even inleggen, dat de vis naar de stekking komen. En nu gaan wij de visplek verder opbouwen. Goed, de stek staat en ik ben geïnstalleerd. Om te beginnen, begin ik eens even met brood. Om te kijken hoe dat gaat. Pak wat van het middelste gedeelte, niet te groot. En ik ben er altijd toch wel van om even goed op te rollen. Dat het een goed stevig deegballetje wordt. En vervolgens plaats ik het op de haak. In de vorm, mijn voorkeur, van een made. Dit gedaan. Brengen we hem uit. En we hebben bait. Nou, zoals je ziet is de vis te groot om eventjes aan de hengel omhoog te halen. Ja, want we hebben hier te maken met een brazen die even geen zin heeft. Oh. Zoals je ziet, we waren er mooi op tijd bij.
haakje eruit. Nou, hij zat mooi voorin, dus daar hoefden we niet veel aan te doen. Een brazempie had wat beschadiging opgelopen, dat kan van de pij zijn. Helemaal top. Nou, lekker slijmerig. En we zetten hem weer terug. En dat met 5 minuutjes. Want zo lang zitten we nog maar te vissen. Op een stukje brood. Een mooie brazem. Nou, brazem altijd top. Zoals je ziet, een beetje slijmerig. Altijd een handdoekje bij de hand. Het nadeel van brood is wel, is op het moment als je aanslaat, omdat die wegloopt, is één keer aanslaan, is het brood er gewoon 9 van de 10 keer vanaf. Dus elke keer moet je weer opnieuw een stukje brood eraan doen. Dat is het nadeel van brood. Bij maden heb je daar minder last van, want die blijven veel beter op de haak zitten. Nou, er zit wat kleine vis, dus ik ga nu overschakelen op de maden. Zoals jullie kunnen zien heb ik er nou maden aan hangen. De haak kan gewoon vrij zijn en gaan we daarmee verder vissen. Brood werkt sowieso, dus alleen met het aanslaan en het weer kies ik nu eventjes maden om daar verder mee te vissen. Nou, ook hier zie je weer op de maden. Nou, hij ligt er echt weer een paar minuutjes in. En het is alweer het is weer feest. Als je goed hebt uitgeloot, zie je dat je binnen een handomdraai leuke vis kan ontvangen. In ieder geval kan vangen. En zo hebben we weer een mooitje gevangen. Ook voor dit soort heb je dus eigenlijk gewoon al een schepnet nodig. Nou, we gaan nog even door. Deze zetten we weer terug. En geniet van dit visplezier.
Nou, ook aan deze sessie komt een einde. Nou, we zijn begonnen met brood. Nou, daar hadden we meteen een brasem op. We zijn daarna overgestapt op maden. Nou, hebben we ook leuk opgevangen. Zo zie je dat je in een korte tijd, hooguit hier 2 uurtjes gezeten, leuk wat vis kan vangen. Ik hoop dat alle vragen beantwoord zijn die er eventueel waren. Mochten er meer vragen zijn, zet het in de comments. Daar zullen we zo snel mogelijk op reageren. We zetten ook de link erin naar hoe je de tuigjes moet maken. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Vond je het leuk? Geef ons even een duim. En wil je meer van ons zien? Abonneer. Kost niks. Alleen eventjes op de knop drukken en je blijft op de hoogte. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer.